jouw holenpoortje, ja. Want je houdt zijn hand boven zo. En in ieder ander normaal gestructureerd bedrijf had hij al langs de telefoon moeten inleveren. Laat me wat vertellen. Als we ook morgen... En daarom hou jij zijn hand boven zo. Als we ook en daarom morgen... blijft hij lekker werken. Die peker blijft zoals dit is. Als we ook morgen... Dan kun je ook nog met schreeuwen tegen Mandy, zoals je net hebt gedaan. Kijk hem dan, wat een vies. Dan ga je toch wat een vies. Dan ga je in de auto rond. Laat maar luisteren dan. Ik ben een werknemer, hun zijn bazen. Hij is verantwoordelijk hier. Hij is eigenlijk niet jouw baas. Hij zit op jou te oefenen met tatoeëren. Weet je, ik heb goos allemaal. Dit, hij kent alles. Machines van mij, alles heeft hij. Maar als hij er niks mee doet, wat moet ik doen? Moet ik zijn handje vasthouden? Dan gaat hij weer boksen. Dan gaat hij weer MMA. Dan gaat hij weer, ik weet niet, naar Disneyland Parijs. Dan gaat hij weer. Ja, laat mij niet kiezen. Luister, Lange. Ja, serieus. Lange, in mijn tijd, Lange? Nee, niet schijn. Nee, ik wil serieus worden. Dat is waar je gelijk in hebt. Nu doe je meer als een kind. Ja, nog wel niet. Luister, nee, Lange. Lange. Dus dan bij Odini ga je iets en dan bij mij doe je weer. Nee, Lange. Maar Lange, luister nou even. Je zit er zo man bij daar, ja. Met zijn been zo voor elkaar, ja. Ja, ik kan gewoon echt zo zitten zo. Luister nou, Lange. Zoveel mensen heb ik al geholpen, gaan de goede kant op. Mensen doen allemaal hun ding. Ze kunnen haten ook wat ze willen, sommigen ervan. Het gaat om dat je jezelf in de spiegel aan kunt kijken. Goed, zeg. En je nooit moet verlagen naar een ander niveau. Het gaat erom dat hij... Kijk, hij weet op wat voor basis of hoe hij hier zit. Klaar! Hij zei, accepteert het, dan accepteert het ook. Hij moet zijn ding wat hij moet doen. Hij zit elke dag hier in mijn dag en nacht. Hij gaat nu, binnenkort is hij waarschijnlijk profboxer. Ja, dat is Marvin. En hoe je zegt, mijn gewone broertje, je moet met je meegaan. Ik gun hem alles, ik gun hem jongen lang. Ik gun hem lang. Dat is belangrijk, dat moet je hebben. Maar, dan heb ik wel gelijk, dan moet je ook niet klagen. Ik klaag ook niet, maar ja, wel, dat doe je wel. Kijk. Dus wat je net deed, toen hij weg was, was geen klagen. Nee, je weet niet eens wat er aan de hand was. Ja. Ik kreeg in één keer de volle laag van baas. Ja. Dat ik alleen was en niemand was in de winkel en dat hier klanten in één keer. Was Martin. Toen zei ik, Martin is ergens, ik weet niet waar Martin is. Dus heel pakje aan. Ik ben aan het werk ook niet blij mee. Ik moet werken toch, of niet? Ik chill ook gewoon, ik ga geen fabriek zijn. Kijk, ik geef je gelijk. In één ding heb je gelijk. Ja, waar je gelijk in hebt, had ik een bedrijf willen zijn, personeel in dienst en dit en dat, en ik had zelf de Bahama's willen zitten en het luxe leven willen hebben en willen na, weet je, lopen shine, ik heb wat. Ja, heb je gelijk, maar ik doe dat niet. Ik wil dat niet. Nee, ik leef zo goed toch? Wat moet ik meer? Morgen als ik dood ben, ben ik dood. Waarom moet ik op mijn bank hebben? Een miljoen staan als ik dood ben? Wie, nou, waar gaat het heen dan? Naar je kind. Ja, pak ze weer de helft ervan af. Naar je kind. Ja, ik kan toch beter wat opbouwen voor ze. Als ik dood ben, hebben ze tenminste wat. Ja. Dan ga ik niet voor 7 dagen per week door. Knal ik. Gaat het ergens niet, ga ik in iemand anders. Nou, dan, tot het ergens goed gaat, nou, dan kan ik wat nalaten voor ze. Tot die tijd ga ik niet zoals Marvin slapen hoor. 11 uur 's ochtends ik wil slapen. Nee. Dat weet ik niet. Eens waar ik spijt van heb in mijn leven, is dat ik mijn leven heb veranderd. Daar heb ik alleen spijt. Ik had gewoon moeten doen wat ik altijd bleef doen. En door deze fucking staat en maatschappij van liefde, dat heb ik moeten blijven doen. Dan krijg je alles voor elkaar, kijk, als je gewoon een goed leven. Justitie was gewoon liever in de vierde plaats dat je ons op straat deed. En nu rustig werk, nu willen ze schade komen hier naar de. Wat een mooi is. Flip elke dag, man. Hey, Dus, ik kom hier niet pakken. Kom eens even. Nee. Nou, als je hier goed bent, mag wel eens maar niet doen. Waar zit jullie Chinchin als je vriendje dan? Ik heb Chinchin.
Dat is binnenkort een gewone studie van Mark. Ja. Hoe voel je dan dat je dat hebt? Ik zat aan te denken. Ja. Ik heb het gewoon inkleuren. Het is gewoon maken. 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 Het is gewoon Vraag aan de mensen maar van wat je bent. Nee, vraag aan de mensen maar. Hoe wil je hebben? Wat wil je? Wil je dat serieus worden? Wil je serieus zijn? Wat wil je zijn? Serieus. Kun je dat wat je bij jezelf hebt? Ja. Nee. Marvin kan alles van het fout gaat, hè? Ik zeg je wel. Weet je welke hij wil gaan zetten op een conventie? Al een beetje daar. Pizza Helen. Het zou echt grappig zijn. En dan een hoop pizza erbij. Ja. André ging maar los, hè, die dag hier zijn. Toen je oude memories terug kreeg, of niet? Pizza League. Pizza. Die Polonaise, die had er echt goed in, maar hij zat echt goed op zijn Polonaise. Ja, bijvoorbeeld. Waar kan Sietje weer? Hé, maar zet die ding even op jullie twee alsjeblieft. Dit is gewoon, doe het even je eigen onderlosje daar. Doe. Nee. Luister nou. Het is Inking, Inkmaster. Wij zijn hier gewoon, kom nou, we gaan even goed. Kijk, luister, dit is comedy. Ja, daar kijk, dit is André. Nou, maar kom, ik heb de governor zo nog verder. Jullie hebben eens gekeken naar de governor, ineens naar regel. Lekker man. Kijk hem staan. Kijk hem lopen. Pingwing, hey Pingwing. Kom maar, ik ga lekker in mijn eentje roken. Hey maar André, je moet wel die Dexter in full collar nemen, hè? Hé hey André, wel een full color hè, die Dexter. Ja, deze moet je ook inkleuren. Jij gaat André van Duin doen, hoop ik, pizza.
durft. Ja. Moet Marvin wat met dit blaadje doen die op dit blaad daar gaan we liggen? We hebben gewoon die prikken. Marvin heeft waarschijnlijk de harde slinger ook. Je wel gelijk die arm bijna vol. Nee, die André geeft van duidelijk je arm. Waarom houden we die André? Waarom jou? Dat is mijn bijnaam, zeg je dan. Is toch ook je bijnaam? Hé, hey, André. Dat is zijn bijnaam, is een klonk van André van duidelijk. Hé, hey, we gaan dat, hè. Dat hij kan niet dat, joh. Hij denkt dat het voor mij te winnen. Hoe gaan we vanavond darten, man? Zo vaak. Ja, kijk dan, we stonden misschien nog wel echt een winkel op een bord te kopen. Nee, zeg je. Hij heeft thuis gast van Dakport. Hé, Lang, halen van Dakport thuis dan. Tuurlijk gek, wat een begin dat bord te halen! Luister gozer, ik gooi gewoon hier voor jou 180 als warme broodjes op. Ik gooi gewoon voor je, luister, jij gaat gewoon 16, 17, 20, 0 naar huis, pik gewoon. Je komt niet eens in de buurt van de 100, 200. Dan ga je denk ik een grapje maken. En je geen woorden maar daden, hè goos? Hey. Ik zweer, kom spelen. We gaan nu aan, hou nu dat bord. Voor 10, ik zeg dat het 10-0 wordt en we leggen allebei 2 tientjes. Ook goed, hoeveel je wil leggen we in? Dit is ja, meen je dit? Tuurlijk. Weet het zeker. Ga je nog blijven staan of ga je het bord halen? Nee, ik kan niet. Nee, morgen leven niet, we leven nou. Kan niet, ik kan niet nu een dakbord toveren. Kan niet, nergens vandaan halen, dan kan je ook nergens meer kopen. Kan of bij een speelgoedwinkel of bij een dartshop. De enige dartshop die je kent zit op Almeloplein, die is al lang dicht. Maar morgen krijg ik die dartbord van moeder, hangen we hem hierop gaan spelen. Ja, gaat spijt krijgen, jongen. Oh. Want, kijk, ik ben niet snel zeker van mijn zaak, maar dit krijg ik al helemaal kriebels van in mijn buik. Ja, ik krijg kriebels in mijn buik, ik. Ik kom jou weer te troggelen, hè. Zorg dat je genoeg geld meeneemt voor als je verliest. Mike, je hebt het laatst keer dat je op de dag had.